Er is een tweede registratie op touw gezet voor mensen in het Caballebo-gebied die zich willen laten vaccineren met het COVID-19-vaccin. De eendaagse vaccinatiemissie van een team van het Mungra Medisch Centrum Nikeri is geslaagd. Dit zegt districtscommissaris Josta Lewis van het Caballebo-bestuursgebied. De burgermoeder heeft in een videoboodschap via social media alle bewoners van het gebied opgeroepen om zich te laten inenten. Via social media, dus maar ik deel van low videobeelden, PSG-tak, spong en plaktap. En ik deed het ziekje van doen. Dus aan dat nog klopt. En mijn breed die takken opkomst ben de. En dus maar die gemotiveerd, tenminste een deel van Caballebo die gemotiveerd. En denk dat ik vaccinatie dus maar zou doen. Also eten, mijn wan doen beroep tap, unu tap, ondenki boom. En a vaccinatie na voor boom. Want natuurlijk kan ik ook na normaal. Lekva san bende posi. Je kan sport normaal, je kan bezoek je familie normaal, je kan waka vrij normaal rond en ook toe, je kan go naar kerkie normaal. Lewis zegt dat de mensen zich niet moeten laten beïnvloeden door fake news. Ze heeft graag dat er ook fysieke voorlichting aan de lokale gemeenschap wordt gegeven. De mensen zitten nog steeds met veel vragen over het vaccin. Tot nu toe wordt alleen via de media en social media voorlichting gegeven. En niet in ieder beschikt over een smartphone. Volgens de DC zullen de autoriteiten gauw weer de vaccinatie in het gebied ter hand nemen.